Marco Kroon, hij heeft het allemaal meegemaakt. Op het voetstuk gezet in 2009. Toen hij dus van de koningin die militaire Willemsorde ontving voor heldendaden in Afghanistan. Tot het dieptepunt in 2018. Toen hij vertelde over de trauma's die hij in dat land had opgelopen. En hij door Defensie voor zijn eigen gevoel als leugenaar fantast werd weggezet. En hij schrijft nu een boek dat in maart uitkomt. Hè? Correct. Dus nu al te bestellen op de site. Maar maart en komt hij uit. Naar verluid heeft jouw psycholoog gezegd: Marco, maak er een boek van. Nou, in zoverre. Doordat ik als fantast en leugenaar werd weggezet en ook in de media veelvuldig allerlei stront over mij heen heb gekregen. Terwijl ik zeker weet dat ik alleen maar mijn land gediend heb en dingen met reden voor me heb gehouden toen een tijd. Ben ik eigenlijk op advies van mijn psycholoog gaan schrijven. Hij zag dat mijn eigenwaarde compleet weg had, mijn zelfvertrouwen. Ik zat alleen maar binnen. Hij zegt, ga eens schrijven over de tijd dat je nog voelde dat je ertoe deed, dat je meerwaarde was voor je mensen. En hoe ver moest je toen terug? Nou, dat was wel heel lang geleden. Ja, Afghanistan? Toen ik nog echt in een team zat, daar leef je ook op. Je bent als commandant, hoor je gewoon bij je mensen. Je bent net zoveel als je mensen. Je bent er, je staat er niet boven, maar je staat er tussenin. En daar hebben we nog echt, met name wat wij als militair ons kenmerkt, is de kameraadschap, wat ons door alles heen kan trekken. Dit is die groep, hè? Ja, dit is van 2006, ja. En uiteindelijk in 2007 was dat een compleet andere missie. Daar kon je ook niets over vertellen. Hele kleine groepjes, heel veel alleen. Mm-hmm. En dat heb ik eigenlijk nooit kunnen verwerken op een gegeven moment. Dus mijn psycholoog zei, ga eens schrijven over die tijd dat je uiteindelijk jezelf nog goed voelt. Nou, toen heb ik mijn tweede boek, Danger Close, gepakt. Dat nooit helemaal naar mijn wens was. Want in 2013 is dat gepubliceerd. Maar in verband met de deadline die de uitgever toen mij op had gegeven van, dat gaat niet. Dan heb ik een ghostwriter in mijn handen, want ik moest naar Mali toe. Mm. Dus uiteindelijk toen ik dat boek las en niet helemaal volgens mijn woorden was geschreven, het was wel het verhaal, het juiste verhaal. Mooi boek, wat mensen zeggen, maar het was niet mijn ding. En nu komt ik miste nog heel veel zaken. Nu komt jouw echte verhaal. Nu komt het echte verhaal. En ook alle zaken waar toen van werd geadviseerd, dit is misschien nog niet handig. In verband met missies die nog lopen, met personeel wat daar nog zit. We zijn weg uit Afghanistan. We zijn helemaal weg uit. Dus je kunt alles vertellen nu? In principe volgens mij wel. Ik heb geschreven wat ik wil. En dat staat er nu in. Het boek is klaar? Het boek is zo goed als gereed. Het moet nog punt, comma, dt's, daar ben ik niet zo van. Ja. En dat moet nog even worden bekeken. Maar en luchtte het op om het allemaal op te Heerlijk. Schrijven? Echt waar, ja. Ja. Ik heb met zoveel zaken nog gezeten, echt met name emotionele zaken waar ik nooit over kon praten, die ik nu eindelijk een keer van me af heb geschreven. Maar als je nou terugkijkt, Marco, 2009 en wat er daarna allemaal gebeurt, dan ben je, je wordt ontzettend op dat voetstuk gezet. Dan krijg je die rechtszaken met die cocaïne in die borstharen van jou. Ja, en dat wapen. Dat wapen, stroomstoot. Elektrische vliegenmapper. We gaan er allemaal niet in detail op in, maar er is één serie van negatieve publiciteit gevolgd. 11 jaar lang, elke keer weer. Ja. En in 2018 komt dan dat verhaal van jouw trauma. Ja. Ontvoerd, misbruikt, iemand doodgeschoten in Afghanistan zonder dat de leiding daarvan wist eigenlijk, hè, op dat moment. Ja, nee, correct. Dat zijn verhalen, zeg. Ja, inderdaad. En dat komt allemaal in jouw boek. Nee, dat wat je net vertelde van mijn gevangenschap en wat er met mij gebeurd is in Afghanistan en mijn actie daarop, dat heb ik apart beschreven. Mm. Het is met name het verhaal van 2009. Dat is echt beschreven vanuit mijn ogen. Dus niet alleen maar de heroïek, zoals in Danger Close werd vertaald. Maar nu echt gewoon ook mijn fouten, mijn gedachtegangen, het missen van thuis, het pijn voelen van de ellende die je daar ziet, de onmacht van bepaalde mandaten en bepaalde, met handen geboeid een bepaalde missie doen, omdat dat gewoon niet mag en niet kan. Ja. Nou, dat heb ik nu eigenlijk allemaal van me afgeschreven. En ik denk, je moet het zo zien. Mensen vragen, wat is het verschil? Nou, ik denk alsof je The Longest Day, de zwart-wit film uit 1950, of je die vergelijkt met Saving Private Ryan van Tom Hanks. Het verhaal over D-Day, de invasie, maar een compleet ander boek. Het compleet ander verhaal. En dat is, ik denk dat je het zo moet zien. De mensen die het tweede boek hebben gelezen, die moeten het echt lezen. Waardoor mensen echt gaan denken, oh, zit dat zo? Ja. Daarom is dit toen gebeurd. Er zijn ook mensen die zeggen, er komt Marco weer met een boek. Vast wel. Ja. Ik heb voorstanders en tegenstanders. En ik ga me in ieder geval niet meer richten op de tegenstanders. Maar zijn er nog mensen die je bent weggezet als fantast. Heel veel mensen dachten, is dat wel waar, dat verhaal? Ja. Dat moet jouw imago geen goed gedaan hebben. Heel veel mensen denken van, ik weet het niet met die man. Ik weet het. En dat doet enorm veel pijn. Maar ik ben er nog. En uiteindelijk, ik geloof er heilig in dat de waarheid altijd boven komt en de recht zal zegevieren. Ben ik echt zo. En dat klinkt heel cliché en heel heroïs. Maar ik ben niet zoals ik word afgeschilderd in de media. En mensen mogen een mening hebben. En ik snap echt wel dat je inderdaad 10 jaar lang op een gegeven moment alleen maar ellende over mij hoort en leest.
dan begrijp ik dat je op een gegeven moment mij een lul vindt. Dat begrijp ik echt. En dan denk ik, nou, ze zullen bij Defensie wel blij zijn dat ze jou ooit die Willemsorde gegeven hebben. Ja, dat moet je maar daar vragen. Mevrouw Bijleveld kun je in ieder geval niet meer vragen. Heb je al zo overwogen om hem terug te geven eigenlijk? Ja, inderdaad. Ja, meerdere malen zelfs. Maar dat schijnt niet te kunnen. Je kunt hem niet teruggeven. Het kan alleen maar ontnomen worden na een jaar lang gevangenisstraf. En wat was dan het moment waarop je dacht, weg met dat ding? Ja, met name als je ziet hoe je eigen familie, je gezin, je kinderen, die inmiddels ook bij Defensie zitten, hoe die lijden onder het imago wat je toegeschoven is. Mm. En mijn kinderen weten, mijn naaste omgeving weten wie ik echt ben, waar ik voor sta al 30 jaar. Jouw kinderen, 3 stuks, ja, werken bij Defensie. Ja. En die horen dingen over jou die niet fijn zijn om te horen. Ja, natuurlijk. Die horen dat hun vader wordt van allerlei kanten. En ik snap hoe dat gaat binnen de pelotons, op de werkvloer, de mannen grapjes maken. Mm. Zwarte humor zijn we heel erg goed in. Alleen als je constant hetzelfde hoort over je vader, terwijl je weet dat het anders zit, ja, dan hakt dat erin bij de jongens. En dat trek ik mezelf aan. Zij hebben pijn door mij, terwijl het eigenlijk heel anders zit. En ja, dat is heel vervelend. Maar hoe komt dat nou, hè? Dat jouw kinderen jou wel geloven en dat... Ja, niet alleen maar kinderen, hoor. Nee. Nee, oké. Okay. Maar dat de buitenwacht toch op een gegeven moment moet... Kijk, als het OM zegt, er klopt niet, er klopt niks van dat verhaal, dan vind ik... Het OM heeft geen bewijzen gevonden. Nee. En dat houdt in... Je kunt heel moeilijk hier in Nederland, in veilig Nederland, op je bank in Afghanistan zoeken op een oud politiekantoor of daar nog documenten liggen. En laten we eerlijk zijn, geen enkele geheime dienst zal zeggen, wij missen iemand, iemand is neergeschoten. Mm. Dat zal niet gebeuren. Dus het onderzoek leverde niks en op. En laat ik nog eens zeggen, Defensie heeft altijd ontkend dat de rapportage die ik zelf geschreven heb, dat ze die hebben, maar die hebben ze wel. Mm. Die hebben ze, ik heb hem zelf vastgehad. Ja. Alleen rectificatie is tot nu toe uitgebleven. Ik zou er helemaal gek van worden als mensen me niet geloven. Ja, nou, ik ook. Als je mij echt wil straffen, moet je zeggen van, je liegt. En dat is daar, die straf die gaat al een tijdje door. Maar goed, ik geloof in gerechtigheid en ik blijf doorgaan tot ik uiteindelijk... Maar je zit nog steeds bij Defensie. Ik ben er nog steeds. Sommige mensen niet meer. Ja. Maar, niet in uniform vandaag, nee. Maar wel Defensiemedewerker. Ja, maar ik... Terwijl je vraagt van jouw werkgever dus eigenlijk excuses. Van de organisatie. Ja. En wie is Defensie, hè? Defensie bestaat uit allerlei mensen. Elke keer schuiven nieuwe mensen door. En dan is Defensie net iets anders dan voorheen. Ik vind dat ik mijn organisatie, dat ik daar ben, niet netjes ben behandeld. En dan zeg ik het rustig. En ik ga binnenkort een keer het gesprek aan. Met de nieuwe CDS ga ik vragen of ik daar een gesprek mee mag hebben. We weten nog niet wie de nieuwe minister gaat worden. Nee. Want met de vorige minister kon ik altijd enorm goed opschieten. Mevrouw Bijleveld? Nee, met die niet. Oh, met die voor. Maar met de andere daarvoor wel. Hennis was dat, is niet? Ja, de Hennis daarvoor. Ja, Middelkoop en al die anderen. Dat komt allemaal prima. Ja. Alleen de laatste jaren is dat allemaal niet zo lekker gegaan. Ja. En excuses zouden heel fijn zijn. Ja. Even over Afghanistan. Want jij bent een man die heeft Afghanistan in zich. Hè? Als je daar dingen meemaakt zoals jij het meegemaakt en gewerkt hebt. Ja, en dan zie je deze beelden, Marco, van het vertrek. Het overnemen van het land door de Taliban. En de paniek die dat op het vliegveld opleverde. En jij zat daar thuis naar te kijken. Ja. Wat voel je daarbij? Ik werd geattendeerd door mijn vrouw dat er tranen over mijn wangen liepen. Ja, want ik ken natuurlijk die plek, zeker het vliegveld, ik weet hoe het eruit ziet. Je zat te huilen voor de tv? Ja, inderdaad. En initieel veel woede. En wat ik wel geleerd heb in de loop van de jaren, niet gelijk een mening vormen over emotie, want dat doen ze al genoeg over mij. Dus, en ik weet dat wij als militaire organisatie dit nooit zouden toelaten als het niet anders kon. Mm-hmm. Politiek heb ik geen mening over, want ik weet niet hoe dat daar is gelopen. Er is al een debat over geweest, dus... Maar ik had wel potverdicht, hoe kan dit nou? Hoe kunnen we dit laten gebeuren? Waar kwamen die tranen vandaan, Marco? Ja, je hebt daar 1,5 jaar van je leven heb je achtergelaten. Je hebt daar ook een deel van jezelf achtergelaten. In de hoop mensen een betere toekomst te bieden. Je wist van tevoren al, nu, 2 partijen zijn uiteindelijk de sjaak. Dat zijn de vrouwen en de kinderen. Hmm. Die zijn altijd de sjaak daar nu. En dat, dan doet dat pijn. Dan denk je, is dan alles voor niets geweest? En dat zo voelde ik in het begin. Maar nu ik later de vrouw... Beantwoord die vraag eens. Is alles voor niks geweest? Nee, dat zeg ik. Nu ik later dus ook zie dat de vrouwen gewoon de straat op gaan om te demonstreren. Het is maar de vraag hoe lang dit gaat duren. Want ik hoor nu al dat ze ook mishandeld worden en de demonstraties hardhandig worden neergeslagen. Dan hebben we toch wel iets veranderd. We hebben toch wel laten zien wat de vrijheid is en hoe dat voelt. Het feit alleen al dat ze de straat op gaan. Dat zegt al genoeg. Dat is misschien winst. Alleen ze hebben niet meer hun grote broer achter hun staan. En dat is ook de reden, denk ik, waarom het Afghaanse leger alles heeft losgelaten. Als ik denk, het is toch al verloren. Ja. Marco, we gaan jouw boek lezen in maart. Ik hoop moeten het. We nog eventjes wachten. Dank je wel voor je komst.